Dit hoor je niet vaak in de Tweede Kamer. Maar tijdens het Nationaal Jeugddebat gaat alles net even anders. Hier kregen jongeren de kans om over actuele thema's in debat te gaan met echte ministers. Nationaal Jeugddebat is een traditie die we wat mij betreft in ere moeten houden. Heel leuk om daar nu als minister een bijdrage aan te mogen leveren. En je moet dan natuurlijk echt even serieus in je rol kruipen. En dat deed iedereen dan ook. Vol vuur werd onder meer met minister Spies van Binnenlandse Zaken gedebatteerd over agressie tegen werknemers met een publieke taak. Zowel de jongeren als de werknemers met een publieke taak weten niet hoe ze met de situatie om moeten gaan. Tijdens het debat stelden de jongeren voor om extra voorlichting te geven over agressie tegen mensen met een publieke taak, de jongeren ook zelf die beroepen te laten ervaren en een app te ontwikkelen met een noodknop. De minister vond een aantal suggesties best goed, maar zette, zoals dat hoort in een politiek debat, ook haar kanttekeningen. Alle docenten in het middelbaar onderwijs gaan uitrusten met een noodknop. Dat is toch echt iets wat we niet zouden moeten willen, maar voorstellen om via je maatschappelijke stage of via voorlichting een gerichte campagne juist bij jonge mensen die agressie een halt toe te roepen, die heb ik van harte ondersteund. Ja, het is leuker dan ik had verwacht. Want op het begin was ik eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in de politiek. En ik deed eigenlijk mee zodat ik weer een dag vrij had. En ik even wat anders kon doen. Maar toen je eenmaal echt aan het debatteren was, toen merkte je ook echt hoe het een keer ging. En je wist niet, persoonlijk wist ik niet echt hoe het ging. En nu weet ik meer over hoe ze dat nou doen en wat er achter de schermen allemaal gebeurt en hoe je dat voorbereidt. Dus is het ook leuk om te doen. Maar los daarvan is het natuurlijk ook ontzettend goed dat mensen in de leeftijd van 12 tot 18 zich al maandenlang voorbereiden op zo'n debat. Nu ook een dag in die Tweede Kamer. Sfeerproeven, ruiken, actief meedoen. En daarvan hoop ik natuurlijk ook dat zij de liefde voor het debat en de liefde voor de politiek een beetje meekrijgen. En of Ruben nu zelf politieke ambities heeft na dit jeugddebat? Nou ja, dat is nog maar even afwachten. Wie weet. Laten we het maar proberen.